Arnold, waarom is het vluchtelingenverdrag van de VN nou zo belangrijk als het gaat om het Nederlands migratiebeleid? Nou ja, dat verdrag dat zegt dat iedereen asiel aan mag vragen en dat je ze niet terug mag sturen naar een land waar hij of zij in gevaar loopt. En daar zit iedereen eigenlijk helemaal aan vast. En ik begrijp best, dat was na de Tweede Wereldoorlog, dat je inderdaad sprak van bijvoorbeeld die Joodse vervolgden, dat ze inderdaad niet teruggestuurd kunnen worden naar bijvoorbeeld een tweede natie Duitsland. Maar er wordt nu ongelooflijk misbruik van gemaakt natuurlijk. Dat mensen van de andere kant van de wereld hier naartoe komen door 7 veilige landen reizen om hier eigenlijk toch een beetje een hand op te houden onder het mom van ja, je mag ons niet terugsturen. Jens, waar hebben we nou concreet last van als het gaat om dit verdrag en het voeren van restrictief migratiebeleid? Nou ja, dit verdrag beperkt natuurlijk de speelruimte die je hebt als land als het gaat om inderdaad weigeren van asielzoekers of van vluchtelingen, excuus. En dat maakt het zo lastig. Ik denk dat we dit verdrag inderdaad kunnen veranderen. Dit verdrag is gemaakt in een andere tijd, in reactie op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Nou, kun je eens uitleggen, hoe is dat verdrag dan precies tot stand gekomen? Nou ja, eigenlijk wat je zag na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zag je natuurlijk enorme stromen van vluchtelingen en we hadden nog niet een manier als wereld geïnstitutionaliseerd om daarmee om te gaan. En vanaf daarom, na de Tweede Wereldoorlog, zijn landen bij elkaar gegaan. En hebben ze toen bepaalde afspraken gemaakt van hoe moet het in de toekomst. Ze wilden bijvoorbeeld voorkomen dat er dingen waren als Joden die Amerika niet in mochten. Al dat soort extreme situaties die we toen hadden. Die wilden ze voorkomen. Dat is een heel mooi nobel streven. Alleen je ziet gewoon dat de moderne wereld heel anders opereert dan de tijd waaruit dit document komt. We hebben nu mensensmokkel op grote schaal. We hebben voorbeelden van landen die dit ook gebruiken als politiek middel. Rusland gooit vluchtelingen over de grens met Finland. Het wordt ook op een hele andere manier gebruikt door andere landen. Dus dit is inderdaad de tijd om even te evalueren. Kunnen we eruit of kunnen we het veranderen met misschien een andere coalitie die dat ook steunt? Ja, veel partijen vinden ook dus dat het niet meer van deze tijd is, dat het op zijn minst moet worden gemoderniseerd of zelfs worden opgezegd. Als we even kijken naar de partijen die nu om tafel gaan met elkaar. De PVV die wil het verdrag allereerst helemaal opzeggen. Die zeggen, hup, klaar ermee. Langste tijd heeft het wel gehad. BBB die spreekt ook over dat het zeer gedateerd is en dat we het moeten vernieuwen en anders moeten opzeggen. En de VVD die zegt, het moet worden gemoderniseerd. Jelena, wat verwacht jij wat er dan nu met het verdrag gaat gebeuren als die partijen zo meteen om tafel gaan? Ja, er moet natuurlijk over onderhandeld worden, maar ik hoop dat er uiteindelijk voor wordt gekozen om het gewoon op te zeggen, omdat dat ook gewoon kan. Hè. Het is geen heilig verdrag. Je kan het gewoon opzeggen zonder sancties. En ik denk dat je dat soort verdragen altijd kritisch moet blijven evalueren. En we hebben nu gewoon heel duidelijk gezien dat het niet meer haalbaar is. Het is niet meer houdbaar. De meeste vluchtelingen zijn allemaal netto ontvangers van belastinggeld, dus ons sociale stelsel kan het gewoon niet aan. En nog belangrijker, het volk heeft met deze verkiezing uitslag gewoon een heel duidelijk mandaat gegeven om dit soort verdragen op te zeggen. Je hebt het al even over het opzeggen. Ik heb het zelf ook even opgezocht. Het is terug te vinden in artikel 44. Staat gewoon, hup, we kunnen gewoon een briefje sturen. We kunnen het in alle tijden opzeggen door middel van een kennisgeving. Nou, dat kan dus per briefje, gericht aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En een jaar later ben je eruit, Arnold. Ja. Nou, dat zou niet meer dan terecht zijn natuurlijk, want je ziet enorm misbruik. En trouwens, ik wil dat nog eventjes vergelijken met Australië, waar ze natuurlijk ook een enorme stroom vluchtelingen hadden. En die hebben dat nog steeds ondertekend, maar die hebben gewoon een wet aangenomen van no way. Dus als je illegaal het land binnenkomt, krijg je nooit van je levensdagen een verblijfsvergunning. En dat kunnen we ook invoeren, snap je? Dus er zijn verschillende wegen. Of zeggen van het VN-vluchtelingenverdrag, maar ook zeggen van illegaal, je krijgt een verblijfsvergunning, om die stroom langzaam maar zeker te laten opdrogen. App, is het hoog tijd om het verdrag op te zeggen? En vandaag nog. Vandaag nog? Ja, vandaag nog. Kijk. Vandaag gewoon een briefje sturen waar jij het over hebt. Ja. Klaar. Ja. En verder ook niet meer aan meewerken. Verdragen die de samenleving op zijn kop zetten. De samenleving vol raken. En dat is in dit geval. Hè. Bedoel, we zien het wat er aan de hand is met de vluchtelingen. Het is onbetaalbaar. Onze verzorgingsstaat wordt gewoon in razendsnel tempo afgebroken. Dus het is de hoogste nood. Ik bedoel, we kunnen niet eens woningen voor onze eigen bevolking vinden. Alleen maar één punt. Als je even snel doorrekent wat die vluchtelingen kosten. En op die foto zie je al die jonge mannen daar staan. Dat is onbetaalbaar. Nou, als we dat accepteren, is dat prima. Maar dan moeten we ook niet zeuren als volk dat we straks tot onze 70ste werken. En onze kinderen van 35 en 40 nog in huis wonen. Dat is de andere kant van de medaille. Opzeggen die handel. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.